Welkom bij Cars with Rudolf, de leukste autopodcast van de Lage Landen. Ik ben Rudolf van der Ven en in elke aflevering ga ik op zoek naar een interessante gast gelinkt met de autowereld. Met vandaag Flip Kaulier. Flip, merci om, om mee te doen als eerste gast van mijn podcast. Yes, de eerste. Ja. First. No pressure. We zitten in de Hyundai Ioniq 5, met een beetje een reden. Toen ik aan jou voorstelde om een podcast te doen in een elektrische wagen, jij werd meteen enthousiast over de Hyundai, over deze, de Ioniq 5. Waarom was je daar zo enthousiast over? Wel, de EV-markt is iets dat ik eigenlijk al een heel tijdje volg. Ja. En het heeft eigenlijk lang geduurd voordat er eigenlijk wat keuze kwam. Hè. Ik weet, we hebben heel vaak gehoord van ja, maar volgend jaar, hè, Range gaat heel veel verbeteren en veel meer modellen en zo. Ja. Maar eigenlijk is het nu nog maar dat je echt kunt zeggen van oké, er is wat keuze. Ja. En ik had een vriend van mij heeft de gewone Ioniq. Daar wel een keer aan mee geweest. Sowieso een goede, comfortabele auto. Ja. En ik had daar de indruk van dat gewoon werkt. Ik heb wel zo met een paar elektrische auto's gereden, ook niet zoveel. De Jaguar I-Pace. Ja, de I-Pace. I-Pace. En BMW i3, wat heel teleurstellend was qua range. Qua range, hè? Ja. En Tesla Model. De I-Pace ook wel een beetje trouwens. Ja. Tesla Model S. Ja. Maar als ik de introductie zag van de Ioniq 5, ten eerste de looks vind ik persoonlijk fantastisch. Hm. Ik vind niet dat een auto er per se helemaal anders moet uitzien omdat die elektrisch is. Ja. Dat is vaak zo met kleuren en zo dat ik denk van maar waarom, dat hoeft niet dan. Inderdaad, ja. Maar deze auto heeft wel echt een look, een specifieke look. Ja. Zeer origineel. Zeer origineel, ja. Een beetje retro, een beetje 80's ook. Ja. Hij is gebaseerd op de Hyundai Pony, denk ik, uit de jaren 80. Dus ze hebben inderdaad die retro look een beetje erin gestoken. En ja, ik kan alleen maar akkoord gaan. Het is een zeer spectaculaire verschijning. Ja, hè? Je merkt het ook echt, dat mensen kijken. Zelfs precies oudere mensen die niet zo noodzakelijk met auto's bezig zijn op straat, zie je toch even kijken van oké, het ziet er wel iets heel speciaals uit. Ja, ik werd ook enthousiast toen ik hem voor de eerste keer zag. Dat was dan eigenlijk wel op een vrachtwagen, waar er een paar op stonden. Ah, ja. En dan was ik zelfs van wauw. Ja. En wist je toen al wat het was, of nog niet? Ja. Ik had het al gezien. Bij hen vroeg ik mij af, is dat een schaduw op de zijpaneel? Ja. Of hebben ze echt die streep diagonaal getrokken? Ja. Het is dus effectief wel echt. Ja. Het is de vorm van het koetswerk. Hè? Ja. Ja, klopt. Maar het werkt. En dan ook als ik... wat horen we? Het is als die te dicht bij de lijn komt, dan begint die soort... je kan het ook afzetten als je wil. Ja, ja. Naar prijs toe, we zijn daarnet, het begint bij 43.000 geloof ik. Wat op zich, dat is niet goedkoop voor een auto, maar voor een elektrische auto... Begint dat al... En zeker met deze features vind ik dat toch wel haalbaar. Ja. En sowieso ben ik al een tijdje ook echt aan het wachten tot ik de auto vind om de switch te maken. En dan dacht ik dat deze wel een kanshebber was voor mij. Ja, ja, ik denk dat bij heel veel mensen momenteel een beetje het verhaal is. Want het is wat je zegt. Tot voor kort waren elektrische auto's
qua range echt niet aantrekkelijk, tenzij je in de stad woont en elke dag maar 20, 30 kilometer moet doen. Maar iemand die, ik zeg maar iets van Gent naar Oostende moet, elke dag en terug, ja. Die kan moeilijk tussendoor eerst nog elke dag een uur aan staan laden natuurlijk. Nee, klopt. En je ziet het nu, deze heeft een standaard range van 400 kilometer. En dat begint zo'n beetje de norm te worden, ook bij, sowieso bij Tesla ook natuurlijk. Ja. Dus ja, het verhaal wordt interessanter. We zitten natuurlijk nog met de infrastructuur in België die een beetje achterloopt. Ik heb toevallig onlangs nog een filmpje gezien van een automagazine die op roadtrip gingen met een, wat was het? Ook een Jaguar I-Pace, denk ik, naar de Ardennen. Die een kleine 14 uur later dan verwacht zijn aangekomen, omdat zo'n beetje elke publieke lader waar ze aankwamen of niet werkte of verschrikkelijk traag was. Dus daar moet nog aan gewerkt worden natuurlijk. Absoluut. Dat is een enorm voordeel bij Tesla, maar nu ook met Fastnet heet het denk ik. Het snel chargen begint echt al te komen, dus ik hoop dat het op dat vlak toch binnen een paar jaar echt wel bijna even snel zal gaan als met een benzinewagen. Maar ik denk ook dat we hebben lang zitten, ze hebben lang zitten zoeken naar grotere batterijen en zo. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we er ongeveer wel zijn qua range. Ik bedoel, 400 kilometer is echt aanvaardbaar. Ja, ja. Het snelladen is het knelpunt, denk ik. Hè? Klopt. Maar als je dan ziet dat je deze auto, met de uitvoering waarbij dat je effectief zo heel snel kunt laden, wat zijn ze van 20-80% in een kwartier? Ja, 18 minuten. Ja. Dan zit het er. Hè. Ik bedoel, als je om de 400 kilometer dat van pauze niet wil pakken, dan... Ja, dat is net 10 minuutjes langer dan de benzinewagen. Dus inderdaad, dat kun je niet voor sukkelen uiteindelijk. Dus ik denk qua range, want voor mijn normaal gebruik rijd ik toch ook zelden 400 kilometer per, op een dag of op een rit. Of, enkel op vakantie of roadtrip. Ja, voilà. Inderdaad. En zeker omdat je kan gewoon thuis laden ook natuurlijk. Dus al heb je een lang woon-werkverkeer, 's nachts zet je hem binnen en hij laadt op en 's morgens is die vol. Bijna vol toch? Ja. Want jij vertelde net, jij rijdt al elektrisch, maar met een motor. Klopt. Vertel. Ja, ik was een beetje een early adapter. Het is mijn tweede model nu. Ik heb een Zero DS, nu een DSR. Ja. Vorige was een DS. Vorige was 2014 model en nu is het 2018 model. Ja. Het is een elektrische motorfiets uit Californië. Ja. En ik vind dat zalig om te rijden. Ik ben nu 45, ik heb mijn motorrijbewijs gehaald toen ik een jaar of 20 was. Ik heb een paar jaar gereden, maar dan ben ik dat zo wat vergeten en heb ik de hele tijd niet gereden. Nee. Ik ben dan een keer op reis geweest in Thailand en zo wat scooters en zo gehuurd. En dan had ik terug zin gekregen. Ja. En toen ik terugkwam was mijn oog zo wat gevallen op die zero's. Ja. Ik hou ook wel van techniek en vernieuwing en zo. En ik ben niet per se gehecht aan benzine en ronkende motoren. Lawaai. Ja. Terwijl als ik een sportwagen zie passeren en ik hoor die motor echt te keer gaan, vind ik dat eigenlijk ook wel heel leuk hoor. Ja. Ik heb er echt absoluut niks tegen. Nee. Maar geen affiniteit. Nee, dat hoeft niet per se voor mij. Nee. En dus in die zin, ik heb dat dan getest. Ik mocht die een tijdje bijhouden van die verkoper. En ik heb daar een paar maanden mee gereden. En toen ik hem moest teruggeven, dacht ik van shit. Ik ga hem moeten kopen. Ja. Dat heb ik dan effectief gedaan. En dan een paar jaar later upgrade, omdat ik dan ook een iets grotere range had. En ook een snel fast charger eigenlijk zo. Ah, ja. Want wat is die range dan bijvoorbeeld? Eigenlijk is dat wel zeer beperkt hoor. Als je echt gewone autostraden gaat doen en gewone autostraden snelheden, dus dat wil zeggen 120 per uur of zo, dan haal je er 150 kilometer uit.
Valt me toch mee eigenlijk? Dat valt mee, ja. Voor mij is dat eigenlijk ideaal. Ik ga twee keer per week naar Vilvoorde, naar Woestijnvis. Ja. En dat volstaat. Dus meestal doe ik dat ook gewoon. Ik laat daar voor de zekerheid wel bij, want je kunt ook gewoon aan het gewone stopcontact bijlaten. Ah ja, sorry. Ja. Maar die motor is zo licht wendbaar en verschrikkelijk snel. Hè. Ja. Dat is 0 tot 100 in 3 seconden. Ja. Ja, en een motor en elektrisch. Ja, dus. Ja. Ik ben ook geen snelheidsduivel of zo, maar af en toe een keer gewoon dat optrekken is ongelooflijk. Ja. Heb je wel eens iemand mee achterop gepakt terwijl je dat doet? Ja, dat is wel een keer gebeurd. Ja. Heerlijk. Ja. Maar. Dus ja, de technologie interesseert mij sowieso. En dan, ja, ik rijd bijvoorbeeld ook mijn monowiel rond. Ja. Ik weet niet of je die dingen kent. Ja, ik ken ze. Ja. Ik heb ze denk ik ook al eens op je foto's gezien. Ja, al, ja ik vind dat elektrisch gegeven vind ik wel heel leuk. Ja. Ik ben niet per se een eco-warrior. Dus ik denk dat we er allemaal wel kunnen mee bezig zijn. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet genoeg om met zekerheid te zijn dat elektrische auto's de oplossing zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat is nu een beetje het debat, hè, van ja, en waar dan, komen de batterijen vandaan? En dan zeker als je ziet dat ze de mensen tegen 2030 willen verplichten om allemaal over te stappen naar elektrische wagens. Ja. En zeker aan de tweedehands, maar toen, als ze dat echt pushen, dan denk ik dat eigenlijk op korte termijn het omgekeerde effect gaat hebben. Want ik weet niet of een perfect goede tweedehands verbrandingsmotorwagen vervangen wel zo ecologisch is, als je daarvoor een nieuwe elektrische moet maken. Nee. Ik denk dat vanzelf ook wel gaat gaan. Allee. Denk ik, eerlijk gezegd ook. Plus ook weer natuurlijk het verhaal van, kan het überhaupt in België, qua netwerk? Ja. Ja, er zijn al veel alarmbellen afgegaan sinds die aankondiging van ons elektriciteitsnet kan het eigenlijk gewoon nog niet aan. Ja. Nu, ik vertrouw er ook wel op dat over een paar jaar wel opgelost geraakt. Ik heb nu ook gezien gisteren toevallig dat er een stroomnetwerk met Denemarken, als ik me niet vergis, is geopend nu. Waarbij wij ook windkracht van Denemarken kunnen overnemen, dus om ons eigen netwerk te versterken. Uh-huh. Dus er worden hier en daar wel kleine dingetjes gedaan natuurlijk om het te optimaliseren. Maar ja, het probleem is ook, de mensen zien van alles. Hè. Ze zien diesels, ze zien hybride wagens, ze zien volledig elektrisch. Ja. Ik merk dat ook bij een paar van mijn klanten, dat het ook klanten zijn de automerk, dat er heel veel klanten in een dilemma zitten. Ja, wat past nu bij mij? Ik moet elke dag 120 kilometer rijden. Dat gaat niet met een elektrische. Moet ik dan een hybride nemen, et cetera? Ja. En het is een serieuze aankoop natuurlijk. Hè. Het is de tweede belangrijkste aankoop van je leven voor de meeste mensen. Ja. Op het huis na. Dus ja, ik snap ook het scepticisme van mensen over elektrisch. Zowel qua range inderdaad. Als ook het ecologische verhaal van, is het echt wel zo goed voor de planeet ook? Ja. Als wij nu massaal batterijen uit de grond gaan schrapen, bij wijze van spreken. Ja, klopt. Maar uiteindelijk, ja, ik geloof wel dat de volledige elektrificatie er zal komen. Je hoort nog veel stemmen van, ja, waterstof is nog een goede optie, maar daar wordt dan weer tegengesproken omdat het toch niet dezelfde efficiëntie heeft als elektrisch. Ja. Een andere piste, ik weet niet of je daarvan weet, Porsche is momenteel zwaar aan het inzetten op synthetische brandstof. Dus om een vorm van benzine te maken die eigenlijk volledig carbon neutral is. Uh-huh. Omdat Porsche natuurlijk nog heel erg vasthangt aan die heritage van racen en benzinemotoren. En ja, ze werken daarvoor mee samen met onder andere Shell, geloof ik. Dus wie weet welke kant het nog uitgaat in de toekomst. Maar ik denk toch dat elektrisch voor het moment toch wel een beetje de stilaan de vaste waarde zal worden. En ik denk dat we dat ook wel zien in de verkopen momenteel. Ja. Maar het blijft een moeilijk verhaal natuurlijk.
Maar het geval van mijn motorfiets, ik heb op mijn huis ook een aantal zonnepanelen liggen. Ah. En als ik daar gewoon op een heel eenvoudige manier over nadenk, dat de zon door die panelen in mijn motorfiets stroomt. Ja. Ik weet dat dat zo simpel niet is, maar goed. Het komt erop neer. Ja. Dan maakt me dat heel blij. Ja. Dat snap ik. Gewoon een dag zon en ik kan 200 kilometer rijden. Dat is toch ongelooflijk? Ja, inderdaad. Is het een stiekem droom bij jou om ooit off the grid te gaan? Absoluut, maar ik denk dat het niet volledig toegelaten wordt. Het wordt toegelaten, maar ik heb er toevallig onlangs over gelezen. Okay. Het mag, maar je hebt nog altijd een meter nodig, denk ik. Dus op een of andere manier moet je nog aangesloten zijn op het net. En waarom? Geen idee. Wel? Nee. Het is dan ook wel enkel de administratieve kost die je daarvoor betaalt. Ik geloof iets van 17 euro per jaar of zoiets, als ik me niet vergis. Dus ja, dat is de enige beperking. Maar je bent zeker niet verplicht om nog stroom af te nemen. Je mag het volledig zelf doen. Nu ja, in België, het is ook geen evidentie natuurlijk. Nee. Vandaar een mooi voorbeeld. Ik denk dat je zonnepanelen momenteel niet te veel gaan binnenharken. Nee. Maar ja, in theorie kan het. Hè. Het is zeker met de Powerwall van Tesla, die grote batterij, waar je eigenlijk het jaar lang energie in kan opslaan en dat dan bewaren voor de winter bijvoorbeeld. Natuurlijk, mijn installatie heb laten plaatsen, dan was er ook sprake van een zoutbatterij. Zoutbatterij? Ja. Die ecologisch al wat interessanter was, maar fijn, de aankoopprijs was nog te duur om het op dat moment zo. Hij stuurt zelf bij, of? Ja. Ah, oké. Denk het. Ja. Kan handig zijn, kan ook verschrikkelijk irritant zijn. Nee, dat was het niet. Was, okay. ergens zou ik dat wel leuk vinden. Maar. Het is bij mij ook een beetje een droom om dat ooit te kunnen doen. Ik denk dat het wel op veel manieren toch een beetje wordt tegengewerkt ook. Ik denk, ten eerste de kost natuurlijk van een volledig autonome installatie. Maar ja, misschien dat we daar ook toch ooit naartoe gaan, dat de meeste mensen hun eigen energie, kerstbomen, hun eigen energie zullen binnenhalen natuurlijk. Wat vind je van de acceleratie? Ik heb nu nog niet echt veel plat getrapt. Nee. Hij rijdt in ieder geval heel rustig nu. Als ik niet. Ja. Ik ben sowieso een heel rustige chauffeur. Hij zit ook in de eco-stand. Oké. Okay. Dus hij is wat getemd. Ja. Ja. Ben je een rustige chauffeur? Maar eigenlijk wel, ja. Ik rijd nu met een 418D, een Grand Coupé van. Ja. BMW. En dat is eigenlijk een hele lichte motor die erin zit. Het is ook een automatiek. Ja. En mijn verbruik, alleen toch dat die op de meter weergeeft, is gemiddeld 4,8. Ja. Dat is exact hetzelfde als mijn kleine Volvo V40. Ja. En ik vind dat echt leuk. Ja. En ik rij ook gewoon, like dat ik nu rijd, een zeer comfortabele auto. Ja. Maar goed. Dit is een auto dat ik natuurlijk nog niet ken en de weg is nat. Het is niet het weer. Dus dan ben ik ook wel wat voorzichtig. Ja. Het is, als ik me niet vergis, deze vierwielaandrijving, maar ik ben ook niet 100% zeker. Ik ga toch even kijken, oké. Dus Hoe sta je in? Nu staat hij in eco? Ja, de drive mode is daar. Ah, hier, Het is duwen, denk ik. Dus je hebt normal en sport. Oké. Hoe zou ik dan normal gaan? Hij stond in eco? Hij stond in eco, ja. Oh, okay. Ik had hem nog in eco staan. Ik wou zoveel mogelijk range hebben voor vandaag. Ja, ik heb niet gelet op hoeveel dat hij stond eigenlijk als we vertrokken. 323 geloof ik. Ja. Ik geloof dat er nog niet al te veel kilometers verloren zijn gegaan. Ja. Ja. Een nadeel van
van elektrische auto's, en met name de wat zwaardere elektrische auto's, is dat de vering meestal een beetje harder is, omdat ja. Hij heeft veel gewicht te dragen. Ja. En dat vind ik wel vrij duidelijk bij deze, dat die, het is absoluut geen zetel op wielen, nee, zoals een vriend van mij zou zeggen. Bij welke modellen zou je dat dan wel hebben? Bij Tesla, de Model 3 bijvoorbeeld, die vind ik een stuk zachter en comfortabeler. Oké. Okay. Ja. Het is ook absoluut geen Rolls Royce of zo, maar het is allemaal wat beter gedempt. Ja. Ik geloof dat er ook wel verschil in zit bij de verschillende modellen. Bij de long range en de performance is denk ik de snelste. Ook een zeer leuke autootjes trouwens. Ja, en Tesla is natuurlijk lang een beetje de unicorn geweest op het vlak van technologie. Ja. En okay, dit ziet er misschien niet zo extreem minimalistisch uit als die Tesla, maar qua zelfrijden en hij heeft bijvoorbeeld ook de summon functie deze, dus dat je met de afstandsbediening kunt uit een parkeerplaats rijden. Ik heb dat gezien op YouTube. Dat is heel leuk om mee te prutsen. Ja. Oh ja, van die paar keer in de parkeergarage kan me wel dat wel zijn nut heeft. En voor de rest als party trick. Ja. Op YouTube zag ik ook zo de uitvoering met veel camera's precies. Dat je zo heel veel zicht had. Deze ook denk ik. Ik denk dat dat standaard is. Ja. Je hebt die 360 view ook die die doet. Iets wat deze niet heeft en de vorige wel, was wat eigenlijk mijn favoriete ding was aan die vorige, was als je van rijstrook verandert, dat die automatisch in je dashboard, in je heads-up display, de camera toont wat er naast je gebeurt. Dus om te zien dat de rijbaan vrij is. Ja. Beetje jammer dat het hier niet op zit, want dat is echt mijn nummer 1, denk ik, functie op de Ioniq. Want hoe snel je daaraan gewend raakt, ik heb daar echt aan terug moeten wennen nadat ik in mijn eigen auto stapte. Om dat niet meer te hebben, jammer niet. Het zou eigenlijk van mij verplicht mogen worden in elke auto. En was dat een uitvoering met spiegels echt of met camera's? Ook met spiegels, maar het was echt als toevoeging daarop. Ik denk niet dat je deze kan krijgen zonder spiegels. Ah, okay. Het is niet zoals bij de Audi e-tron bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, bij de e-tron schijnt die versie zonder spiegels ook bijna niet verkocht te worden, omdat mensen toch een beetje schrik hebben van rijden zonder spiegels. Hoewel je het nu wel meer en meer op vrachtwagens ziet. Ik zag er vanochtend toevallig nog één zonder spiegels, maar gewoon zo twee grote camera's aan elke kant. En het is ook het is een geweldig systeem. Alleen niet als je tegen zon hebt bijvoorbeeld. Ah ja. Dan zie je gewoon wit op je scherm. Maar voor de rest vind ik hem ook prettig rijden, comfortabel, snel genoeg. Het is absoluut geen supersnelle Tesla bijvoorbeeld, maar nee. Het is toch zeer responsive uiteindelijk. Het is behoorlijk stil ook, op dat kleine linkje na die. Ja, het wobbeltje. Ja. Ruim ook wel? Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de eerste keer dat ik hem zag, dacht ik, een leuk stadsautootje. Ja. En dan zie je hem in het echt en dan is hij eigenlijk anderhalf keer zo groot als dat hij. Het is inderdaad moeilijk om de proporties kloppen inderdaad, precies, maar hij is groter uitgevallen in tijd. Het is zeer breed ook. Ik woon in het centrum Gent en ik moet door een smalle poort en deze raakt niet binnen. Terwijl ik daar toch al serieuze auto's heb binnengekregen, maar deze lukt net niet. Nee. Zelfs met de spiegels ingeklapt is het te smal. Ja, ik hou wel van een imposante wagen. Ik vind dat eigenlijk wel leuk. Ja. Zo'n grote auto. Heb jij nog zo'n favoriete wagens waarvan je zegt, oh, zoiets zou ik absoluut geen nee tegen zeggen? Iets oud of iets nieuw of iets. Jawel, het is een cliché, maar. Ik zie heel graag Porsche eigenlijk. Ah, oké. Okay. Ja, ik ben geen grote kenner. Ik heb
al af en toe een keer getwijfeld over de Cayman. Ja. Maar ik moet er ook bij vertellen, ik heb nog nooit met een Porsche gereden. Dus, oké. Okay. Dan moeten we dringend verandering ja. Volgende podcast. Ja. Maar ook gewoon een 911. Ja. Een prachtige auto nog altijd. Ja. De nieuwe ook. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En dan... Iets saaier misschien, maar zo... een goede uitgeruste 7 van BMW. Mm. Ja. Ook niet slecht. Nee. Daar vind ik... ik weet niet de exacte modelbenaming, denk ik E38 of zo. Maar zo die 7-serie van de mid-eind jaren 90 of zo. Een ja. Zeer subtiele nog. Ja. Vind ik nog altijd een van de mooiste auto's die er is. Ja. Dus echt die klassieke BMW sedanvorm. Zo. Ja. Daarna kwam dat model met die hele rare bobbel op de motorkap, op de koffer. Geen fan. Oké, okay, Porsche en BMW 7-serie. Dat weet ik. Gewoon maar ja, nog veel. Ze. Ik heb vroeger eigenlijk redelijk lang met een Volvo P1800 gereden. Ah, ook leuk. Ja. Ja, ik hield wel van oldtimers ook, maar het was toch een beetje gedoe. Alhoewel dat die Volvo een heel betrouwbare wagen was. Maar altijd stinken, altijd ja, veel tuurlijk, lawaai. Maar... En op de duur, als ik zo van concerten terugkwam, ja. En dan zat ik in die auto zo, extra lawaai, dan had ik het wel gehad. Ja. Je zou er ook Gent of Brussel niet meer mee binnen mogen inmiddels natuurlijk. Nee, maar... dat is waar. Ja. Vind ik eigenlijk trouwens nog jammer dat bijvoorbeeld zo'n Volvo P1800, als je daarmee rijdt, rijd je daar niet per se mee voor die motorblok die erin ligt. Ja. Dus als je dat nu zou kunnen vervangen door een elektrische motor, het is perfect doenbaar, maar je kunt ze hier in België blijkbaar niet op die manier laten homologeren. Ah, is dat zo? Ja, daarvoor moet je naar Duitsland gaan, daar homologeren en dan importeren. Ja. Dat vind ik op zich ook wel een leuke piste. Ja. Wist ik zelfs niet dat dat niet rechtstreeks in België was. Ja. Nee. Ik heb toevallig onlangs op de launch van de nieuwe Opel Astra had Opel als PR-stunt een beetje een oude Opel Manta. Ja. Knalgroen, zo fluo-groen, maar ook een elektromod. We hebben daarmee mogen rondrijden een uurtje. En dat was gigantisch leuk, want dat was een elektromod, maar met de originele versnellingsbak er nog in. Oh, wow. Dus het was schakelen, maar toch elektrisch. Ja. Zeer bijzonder, zeer snel ook. En ja, ook zo'n een LED-display in de voorgrill, waar je echt bij wijze van spreken Netflix op kon kijken. Ja. Dat is echt zeer cool. Ja, dat heb ik ook al gedacht. Dat zou een leuke piste zijn. Bijvoorbeeld zo'n oude Porsche 911 of zeg maar iets zoiets met een elektromotor. Ja. En ja, uiteindelijk zal het moeten op een dag, vrees ik. Ja. Ik denk dat we misschien nog niet in de nabije toekomst, maar in de verre toekomst toch een punt gaan komen dat het verboden gaat zijn om rond te rijden met een oldtimer, jammer genoeg. Maar ja, die tijd is nog... is er gelukkig nog niet. De klassieke 6-reeks vond ik ook heel mooi van BMW. Ja, de haaien neus, de shark neus. Ja. Ja, ja. Ja. Wat vind je van de nieuwste BMW-modellen? Het wordt wat vreemd, vind ik. En niet alleen dat, maar dat zal misschien iets zijn bij veel automerken, is dat je zoveel modellen hebt. Ja. Ik kan niet meer volgen. Ja. Dus vroeger was het gewoon absoluut. 357 hè, bij BMW en dat was simpel. En dan ja, je hebt ondertussen echt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 6, 7, 8. Met elk een variantje. Ja, ja. De X's komen er dan nog bij, de Z's. Ja. Maar je hebt ook rare dingen. Bijvoorbeeld de 4 Grand Coupé dat ik heb, is een coupé, maar 5 deurs eigenlijk. Ja. Klopt, ja. Maar de 4 is sowieso eigenlijk
een beetje gebaseerd op de 3. Ja, klopt. Ja. Dus, want de 4 is de, ja, de tweedeursversie van de 3. Ja. Maar ze hebben dan toch nog een vierdeursversie van de 4 gemaakt. Ja, en dan heb je ook die 2 Grand Coupé. En ik vind dat wel mooi allemaal. Hè. Daar gaat het eigenlijk niet om. Ja. Het design gaat wel zeker een andere richting uit. En de gigantische grill is ook niet echt mijn favoriete design-element ervan. Nee. Maar ik vraag me wel af waarom dat eigenlijk is. De grill? Nee. De modellen? Al die modellen, ja. Toevallig heb ik vorig jaar een tijdje een ex-collega geholpen met een opdracht. En dat was een opdracht voor Audi. En we moesten, het was iets met ontwerpen en grafisch ontwerp. En we moesten alle Audi-modellen in banners steken, dus voor op websites. Ja. En ik had er toen nog niet zo bij stilgestaan, maar we gingen naar de Audi-website. En je hebt dan zo de sectie waar je alle modellen onder elkaar hebt staan. En ik denk dat ik een kwartier bezig ben geweest om gewoon al die modellen op te lijsten. En het was toen pas dat mijn vraag viel van, wauw, er zijn echt gigantische variaties. Ik denk de voornaamste reden dat het zo is tegenwoordig, is omdat het productieproces veel goedkoper en sneller is geworden. Ja. Vroeger, ja, om een productieband van een 3-serie op te zetten, was waarschijnlijk een paar jaar ontwikkeling op zichzelf. Terwijl dat nu is dat maar robots en computers sturen. Ja. Ze voegen een CAD-model toe en zo. Waardoor ze natuurlijk makkelijker kunnen zeggen, oké, we maken dan een variant daarop en daarop. Waardoor je zo'n beetje echt elk procentje van de markt kan benaderen natuurlijk. De vraag is het echt nodig? En ja, doet het ook niet een beetje af aan de merkwaarde van een merk? Het is in ieder geval volgens mij toch iets moeilijker om iets iconisch te hebben. Ik hou van auto's, ik zie graag auto's, maar ik ben geen grote kenner. Ja. Dus als je nu al die BMW's zou zien en ze zijn zonder het type nummer erop, Je hebt geen idee wat. Dan wordt het toch echt moeilijk voor mij, hoor. Ik denk zelfs voor een pak weer een echte BMW-liefhebber, dat die tegenwoordig ook 2 keer moet knipperen om te zien van. En ook omdat er, vind ik toch, steeds minder en minder variatie zit tussen het vorige model en het huidige model. Ja. Die stapjes worden kleiner en op den duur. Vroeger kon je nog heel goed zien. Ja, je had de klassieke 3-serie van de jaren 80 en dan de nieuwe die uitkwam in de jaren 90. Ja. Ja, dat waren compleet andere auto's. Maar tegenwoordig, ja. En ze worden ook allemaal groter natuurlijk. Dus het is een interessante tijd voor auto's. En daarom dat ik wel vind dat bijvoorbeeld zoals deze, die Ioniq 5, dat leuk is dat er eens iets uitkomt waarvan, ja, dat het toch een beetje een mijlpaal is in een auto-ontwerp. Ja, absoluut. Gewoon eens opnieuw beginnen. Zo. Ja. Zeker als het dan nog goed rijdt ook natuurlijk. Wat een weer, joh. Ja, het is fraai. We krijgen morgen sneeuw blijkbaar. Oh, ja. Ik had ook op YouTube, ik ben een grote YouTube-kijker, ik had YouTube ook gezien dat je ook een snow mode had op deze wagen. Die heb ik nog niet ontdekt, maar het zou me ook niet verbazen inderdaad. Ja. Ja. Het gaat misschien dus nodig zijn. Ik heb ook niet gekeken of er winterbanden op zitten. Ik vermoed all seasons. Dus ook een grote YouTube-kijker. Echt, echt waar. En ik heb ook gewoon een premium abonnement, voor mij is dat een van de beste investeringen dat ik ooit gedaan heb. Snap ik. Ik vind dat zo, ik ben dat natuurlijk al vergeten dat vroeger allemaal met reclame was, maar YouTube vind ik zo interessant en zeker als je, ja, als je geïnteresseerd bent in bepaalde dingen. Ik hou bijvoorbeeld heel veel van uurwerken, ik verzamel uurwerken en dan. Dat is ongelooflijk, maar in deze tijd zijn er tientallen kanalen die al hun content wijden aan uurwerken. Ja, heerlijk. En als je nu zegt van ik hou van een bepaald soort baksteen in de bouwwereld, dan zal er daar ook wel content over bestaan. Dan kun je elke dag van 's morgens tot 's avonds over. Ik vind het ook heerlijk. Ik vind het ook gevaarlijk. Ik moet mezelf af en toe een beetje resetten.
Ja. En zien dat ik niet elk vrij moment van de dag op YouTube zit. Ja. Want het is bij mij echt op het randje van verslaving. Ik heb hetzelfde probleem. Uh-huh. Ook uurwerken kijk ik bijvoorbeeld ook veel. Natuurlijk auto's ook. Ja. Maar daarnaast nog allemaal van die history channels en interessante weetjes en dingen over engineering en zo. Dus ja, herkenbaar wat je zegt, uren content, kanalen die volledig toegewijd zijn aan dingen. Ik zie heel graag de dingen zoals bijvoorbeeld restauraties van tools. Ah. Waar ze zo, een weegschaal die gerestaureerd wordt. Of een oude grasmachine. Ik denk dat we dezelfde kanalen kijken. Ja. Of iemand die een GoPro op zijn buik plakt en gaat wandelen in de regen in New York. Ja. Daar kijk ik dus ook naar. ASMR. Ja. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Bij mij zijn het ook massagekanalen die ik enorm veel kijk. Ik kan niet meer in slaap vallen zonder dat ik een massage kijk. Genant, maar het is waar. Dus dat is de massage, iemand wordt gemasseerd. Ja. Want wat ik wel, bij een chiropractor, dat heb ik wel al veel gezien. Ook al, ja. Maar omdat ik dan wel een beetje die pops en cracks leuk vind. Ja. Maar een massage, dat heb ik nog niet gezien. Ja. Ja, dat is meestal gewoon iemand die op een massagetafel, en die hebben dan van die microfoontjes, zoals wij om hebben eigenlijk, op hun armen. Want ja, ASMR gaat vooral om het geluid ook. Ja. En ja, dan een uur lang gewoon dat. Niks bijzonders, maar ik word daar zo rustig van. Wat een tijd, hè? Ja, het is raar eigenlijk. Hè. Dat, op dat vlak, vroeger hadden we dat allemaal niet natuurlijk. Toen was het een boekje lezen en in slaap vallen. Of een Super Nintendo. Op dat vlak ben ik ben ook geweldig fan van YouTube. Buiten de beslissing die ze vorige week gemaakt hebben van de dislike counter weg te halen. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja. Die vond ik iets minder. Want ik gebruik dat, een van die tech-YouTubers, MKBHD, heeft het heel goed verwoord. Ik heb die video gezien. Voilà, ja. Dat je dat gebruikt als ratio om te zien, is er een goed filmpje of niet. En ik merk het al dat ik het mis. Ik vind het al jammer. Ook iets grappigs trouwens, bedenk ik net. Vanochtend onderweg toen ik deze ging ophalen in Antwerpen, terug naar Gent. Ik reed de Kennedy Tunnel in. En omdat het daar altijd zo vol hangt met uitlaatgassen, gaf hij op het scherm weer dat hij gedetecteerd had dat de luchtkwaliteit buiten slecht was. Allee. En dat hij automatisch de ventilatie enkel van binnen zet. Vond ik wel, wel straf. Ja. Want op een Tesla, je hebt zo die, hoe heet dat weer? Er zit zo'n een biohazard filter op. Ja, dus als er een atoomaanval is of zo, dat je in de auto veilig zit. Ja. Maar bij mijn weten schiet hij niet automatisch aan als er buiten bijvoorbeeld uitlaatgas of zo. Okay. En deze herkent het effectief. Dus ja, want de geuren krijg je hier wel nog binnen, hè? Dan merk je hier wel in de Gentse haven. Inderdaad, ja. Daarom dat ik verschoot eigenlijk dat hij het deze keer niet deed. Ja. Ik kom hier ook vaak met de motorfiets rijden. Hier? Ja, ik vind dat super indrukwekkend. Al die containers en gigantische schepen. Ja, ik ben hier nog nooit geweest, denk ik. Maar het zou hier nog wel leuk kunnen zijn om wat foto's te maken. Ja, zeker. Als het weer wat beter is. Ja. Ja, we zijn inmiddels al 3 kwartier over auto's bezig. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Het ging vooral over jouw band. Met af en toe is een auto-anekdote ertussen, maar het is nu al non-stop over auto's. Jij hebt een nieuwe single uit. Klopt. Een zeer leuke single, September. Dank u. Zeer nostalgisch nummer een beetje. Ja. Ben jij een nostalgisch mens? Ja, toch wel eigenlijk. Ik vind niet dat je je dagen moet spenderen met altijd terug te denken en te kijken naar vroeger. Mm. Ik leef graag in het nu, probeer dat ook heel hard te doen. Mm-hmm. Maar af en toe wentelen en iets van nostalgie vind ik wel heel leuk eigenlijk. Ik heb dat met muziek, ik heb dat met films. Gewoon foto's,
Dat nummer is eigenlijk... Als ik een plaat aan het maken ben en ik zit in een auto, ik ben aan het rijden en ik hoor iets op de... Ik hoor de Kirsty McCall, They Don't Know About Us. En dan dacht ik, ah ja, zo'n nummer zou ik nog een keer moeten maken. Ja. En dat inspireert me dan en dan begin ik daaraan en dan... Dan krijg je zo'n vraag van, ja, dat is wel een nostalgisch nummer. En dan, voor mij is het ook soms een stijloefening eigenlijk. Dat ik leuk vind om dat te proberen. Ik hou wel van de variatie en de muziek maken. Voor mij is mijn plaat is trouwens klaar, maar die komt pas in maart uit. Ja. Is dat een soort een verzameling van nummers. Meer dan echt zo een conceptalbum, wat ik in het verleden wel gedaan heb. Mm-hmm. Ja, verzamelen. En daar staan eigenlijk vrij verscheiden stijlen op, ook. Divers. En in die zin denk ik dat de leidraad dan eerder de teksten zijn en mijn stem. Mm-hmm. Maar ik heb daar voor de rest ook geen probleem mee dat zo gevarieerd is. Er staat ook een echt volknummer op. Echt dat je in Ierland waant. Zalig. Dus ook echt, want als je zegt het is een divers album, dan is het dus niet divers in de zin van er zijn nostalgische nummers en blije nummers, maar ook echt verschillende stijlen van muziek eigenlijk die erop staan. Ja, ik heb dat altijd al een beetje gedaan. Het is, aangezien dat ik dat van het begin al gedaan heb, kan ik mezelf dat precies ook permitteren. Ik heb die speelgrond voor mij gecreëerd en mensen vinden dat ook zo raar niet als ik dat doe. Ja. Maar dat is eigenlijk een grote luxe. Omdat je gewoon alles kunt doen wat je zin in hebt. Ja. Iemand die dat ook altijd gedaan heeft is Ramon van het Groenewoud bijvoorbeeld. Ja. Dat is iemand dat ik eigenlijk wel hard naar opkijk. Dus ik vind het leuk dat ik die luxe heb. En het geval van dat volknummer nu bijvoorbeeld. Allee, je zou kunnen, als ik ernaar luister, denk ik dan van, het is erover. Het is er gewoon over. Ik ben ook niet eens zo'n grote volkliefhebber of zo. Maar hoe? Ik heb een nummer geschreven, dat kwam er zo uit. Ja. En ik word er blij van om ermee bezig te zijn. Dus dan denk ik, oké, dan zet ik dat ook gewoon op die plaat. Dus het was ook echt niet bewust? Het was echt, je was wel aan het... Ja, je bent aan het spelen en in het spelen komt er iets uit die een bepaalde richting uitgaat. En je kunt dat heel hard tegenwerken en omvormen naar iets anders. Mm-hmm. Maar dan moet je ook wel nog een reden bedenken waarom je dat zou doen. Hier had ik dat niet. Ik dacht van, het is wat het is. Ja. Ik ben zeer benieuwd. Ja, wel. Vinyl laten persen duurt sowieso wel lang. Een tijdje. Maar nu, met corona en zo, zitten we op 6 maanden. Ja. Waardoor, dus de plaat is nu klaar en alles is verstuurd. Nog niet bij stilgestaan dat corona ook daar een impact op heeft. Ja. Blijkbaar is de import van vinylkorrels uit China ook beïnvloed. Ja. Maar los daarvan zijn er eigenlijk te weinig perserijen voor de vraag. En dat is al een tijdje zo. Dus dat niet specifiek corona? Maar... Nee. En dan is er ook nog eens een kartonschaart. De roes. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Het is toch ongelooflijk hoe... Ja. Elke week hoor ik wel zo van iets wat vertraagd wordt door corona, waar ik nooit bij stil had gestaan. Ja. Auto's uiteraard, dat wist iedereen al. Computers uiteraard ook. Ja. Ik had vorige week nog, wat was het weer? Iemand die zonder verf zat, een schilder. Dus het is echt, het is overal. Wow, een mooi plekje. Ja, meestal is dit het plekje waar ik dan eigenlijk ook gewoon weer omkeer. Ja. Maar hier zo, het heeft echt wel een uitzicht over dit stuk van de haven. Ik ga de locatie gelijk even opslaan. Ja, ik hou ook wel van drones en al die dingen, dus dan kom ik ook wel een keer hier zo. Een goed stukje hier om te vliegen. Welke drone of drones heb je? Wel, ik heb alles verkocht, want ik heb
zo'n, ik weet niet of je die S, wat was dat, S1000 van DJI, een octocopter, waar je volledig een DSLR kon aan. Dat was een van mijn eerste drones die ik zelf in elkaar gestoken. Maar ja, ik had geen brevet of zo. Nee. Dus maar dat was ook nog voor de tijd. Ja, in het begin was dan zo nog zo'n beetje, als ik hem durf, ja, dan heb ik toch een paar keer mee gevlogen, maar een tijdje was dat gewoon, mensen keken zo hard dat ik het niet meer durfde. Ja. Maar, en dan heb ik zo ja, wat kleintjes gehad en zo. En nu heb ik gewoon nog de Mavic Mini, die laatste. En dat is ongelooflijk, hè? Ja, het werkt bijna beter dan de grote octocopters, inderdaad. Zo gemakkelijk en compact steekt dat gewoon beeldkwaliteit in ook. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Zo, deze spot hier. Graag gedaan. Dat hebben ze nu ook. Zalig, ja. Serieuze bootjes ook. We kunnen hier anders de 4x4 capability gesteld. Ja. Daar hebben ze bij oil tanking goed gekeken naar Nutella. Wauw, inderdaad. Ja. Zelfde lettertype. En dezelfde kleur. Goh, ja. Moest snel gaan. Denk ik. Ja. Ik hoop dat hun timing iets beter was dan die van Brussels Airlines vorige week. Ja. Of je dat verhaal hebt meegekregen? Ja, een krant zeker ook. Ja. Poolse krant. Ja. Ja, dat ook natuurlijk. Het feit dat het, nu ja, het was een logo met rode bollen. Ik snap dat dat ergens wereldwijd wel moet bestaan. Ja. Ik denk dat het commentaar kwam vooral een beetje op de timing van de rebranding. Ja. In een tijd dat de helft van het personeel technisch werkloos zit omdat er geen geld aan werk is. Wat ik ook snap natuurlijk. Maar... Ja. En het logo was ook niet fantastisch. Ik zou eigenlijk wel een keer die zelfrijdende functie willen testen. Ah ja, ja. Ik moet even denken, want ik heb hem vandaag nog niet gebruikt. Ik denk dat het gewoon die is. Ja. En dan denk ik die. Nu is het stuurtje verschenen. Ja, en nu rijdt hij eigenlijk zelf. Maar je moet wel het stuur vasthouden. Je moet hem af en toe zo een klein tikje geven of zo, dan voelt hij. Dat is jammer genoeg de wetgeving momenteel. Ja. Ja. Hij is iets agressiever dan Tesla op dat vlak. Ja. Je moet echt. Dit is je afstand, die kun je instellen ook. Die drie bolletjes voor de auto. Oh, oké. Okay. Ah, zo. Hij doet het niet veel. Ah, ja. Zo komt hij dichter dan. Ja. Ja, okay. Ja. Leuk. Ja, we kunnen achterin gaan zitten nu. Ja. Met een koffietje. Wat is, nog even terug naar muziek. Wat is jouw relatie met hedendaagse hip-hop? Zowel Belgisch als internationaal, momenteel? Wel, als er zoiets bestaat, hedendaagse hip-hop. Als ik dus nu niks doe, gaat het toch stoppen, hè? Ja, hoop ik. Ja, ik hoop het. Ik ga toch onderin. Iets gek, ja. Ja, niet gewoon. Ja, hij is iets minder schrikachtig dan een Tesla ook. Ja. Hij gaat later remmen. Of wat, misschien had ik het al eigenlijk al uitgezet. Ik denk door te remmen dat hij het automatisch uitzet. Ja. Wel, ik moet zeggen dat ik toch nog altijd het liefst naar boom-bap luister. En zo een beetje meer 90s. Ja. De hele nieuwe lichting met zo de trap-achtige beats, noem ik dat dan. Ik zou waarschijnlijk al iets vinden. Soundcloud beats of zo. Is minder aan mij besteed. Dat zal te maken hebben met mijn leeftijd.
Maar wat niet wil zijn dat ik niet met plezier naar, naar Zwangere Giel luister, ja. Af en toe. Enfin, hij heeft ook iets te vertellen. En er gaat ook een grote energie van uit. Ja. Maar evengoed hoor ik veel dingen ook passeren waar dat ik het echt niet warm van krijg of zo. Ja. Hier in België vind ik Brihang bijvoorbeeld ook leuk, ja. Door wat hij dan eigenlijk precies doet. Ik luister eigenlijk nog altijd veel naar Wu-Tang. Ik heb met heel veel plezier naar de laatste van Busta Rhymes ook geluisterd. Ik moet ook zeggen, ik hoor vaak dat ze bezig zijn op de radio of in nieuws, of ik lees iets over superbekende rappers. Van het moment dat ik denk van... Nooit van gehoord. Ik ken ze niet. Nee. Ik ken het. Zeer herkenbaar. Ja, onze leeftijd zal er misschien ook voor iets tussen zitten, maar ik denk ook, ja... Vroeger had je de radio en LP's en platen, en tegenwoordig heb je het internet en je hebt zo'n... Iedereen kan produceren. Het is ook allemaal niet meer bij te houden waarschijnlijk van wat er allemaal uitkomt. En zijn er zo pareltjes die je toevallig onlangs ontdekt hebt, die je eigenlijk niet kende, waarvan je dacht, niet enkel hiphop, maar eigenlijk van alles van muziek, iets wat de laatste tijd zo wat meer in je playlist of in je rotatie zit? Of? Qua hiphop... Griselda. Dat is ook zo qua stijl nogal donker. Boom bap beats. Heel stoer ook wel. En heel recent hoorde ik een paar nummers van Sylvie Kreutz. Dat is een Vlaamse. Mm-hmm. Ik zag daar iets over op tv en dat vond ik heel straf. Dat is dan meer zo wat pop, ook vrij donker. En... Ja. Zijn het Sylvie Kreutz? Ja, ik weet niet of ik het juist uitspreek eigenlijk, maar... Straks eens opzoeken. Ja. Ik ben meestal wel voor het wat zwaardere werk, ook ja, qua hiphop en zo. Ja. Maar ik moet toegeven dat ik vorige week het laatste album van Billie Eilish ontdekt heb. Ah ja. Waar ik eigenlijk stiekem echt wel heel goed voel. Ja. Niet alles, maar zo een paar nummers waarvan ik denk, ja. En ook het feit dat ze, ze produceert eigenlijk bijna alles met haar broer. Ja. Het is eigenlijk ongelooflijk, dat mens is 19 jaar geloof ik. Haar broer is 23 of 22 als ik me niet vergis. En toevallig op YouTube gezien dat ze alles samen produceren in hun oude slaapkamer bij hun ouders thuis. Ja. Echt zo'n klein huisje met allerlei oude, een beetje nostalgische dingen van vroeger ook, van hun kindertijd. En dan te bedenken dat ze een miljoenen artiest, ik zou toch willen dat die luchtfilter af en toe eens aanschieten. Het is hier nodig. Dat ze echt een miljoenen artiest eigenlijk, dat wel zo, ja, ik vind dat we iets hebben dat er gewoon uit zo'n klein kamertje komt. Ja, en ook, dat heb ik ook gezien, dus op YouTube en zo, dat je die Phineas, broer, Phineas, gaf zo wat uitleg over de bekendere tracks. Ja. Samen met op zijn computer, op Logic, de software waar ik ook mee werk. Wij kijken echt dezelfde kanaal. Okay. Ja. Mix with the Masters of zo. Ja, inderdaad, dat was het. En dan denk je van, wauw. Want ik ken dat niet zo goed, Billie Eilish, maar af en toe hoor ik daar een nummer van en dan denk ik wel van, amai, dat klinkt goed. Ja. En als je dan ziet dat die mannen dat gewoon
we zullen vast niet alles weten en er zal wel heel goed gemasterd worden. Tuurlijk. Maar toch, ik merk, het leuke is dat de jeugd daar gewoon mee opgroeit. Met die technieken en voor ons bijvoorbeeld EQ is zijn knoppen, bass, mid, high, mid, low, mid, treble. Ja, yep, that's it. Maar bij hen is dat een curve dat ze zien in hun DAW. En dan, dat is gewoon een andere manier van werken. Maar, yep, maar die hebben daar gewoon een manier in gevonden. Ja. Ik vind bijna in hun, zoals je zegt, ze zien die curve, maar ik denk dat bijna iets is wat in hun hoofd zo intuïtief is geworden, omdat ze kunnen daarmee, zoals je zegt, vroeger bij ons, het waren knoppen uiteindelijk. En soms denk ik, soms ben ik daar een beetje doemdenker in, van al die kinderen tegenwoordig die non-stop op iPads zitten en niet meer van de schermen af te slaan zijn. En dit is dan zo'n beetje de keerzijde daarvan, inderdaad. Het stimuleert ook heel veel talent uiteindelijk. Hè. Mensen kunnen veel sneller ontdekken of ze een talent hebben uiteindelijk en dat ontwikkelen aan de hand van computers. Ja. Audio is daar één ding van, maar op zoveel vlakken, fotografen, zelfs wetenschappers. Dus het biedt natuurlijk heel veel kansen. Het feit dat we nu in zo'n een tijd van schermen leven. Ik weet het niet. Ik ben daar eigenlijk niet zo pessimistisch over, want ik denk dat zijn eigen een beetje gaat balanceren. En zeker, mijn zoon is 13 en die is ook heel veel met games bezig. Hm. En de iPad en zijn telefoon. Maar als wij ergens naartoe gaan, is 9 op 10 keer dat ik zeg, moet je je gsm niet mee pakken? Oh nee. Wauw. En dan denk ik van, wauw. Voor een 13 jaar. Ja. Maar ik denk dat een beetje, zij zijn ermee opgegroeid. Zij zullen een andere manier vinden om ermee om te gaan dan wij. Ja. Ik zeg ook niet dat zo gaat blijven. Oké, wat zit er hier aan de hand? Nee. Handrem? Het zag er niet goed uit. Ik zou aangeboden hebben een handje te helpen, maar we zitten midden in een podcast. Het is natuurlijk, het hangt er heel erg vanaf natuurlijk hoe de jeugd er ook mee omgaat. Hè. Want je hebt natuurlijk, mijn pessimistische verhalen zijn een beetje vooral het feit dat heel veel mensen verslaafd zijn aan social media tegenwoordig. En ik denk dat ook heel erg aan jezelf ligt uiteindelijk. Als je zelf merkt dat je verslaafd bent op dat vlak, oké, dat is niet makkelijk, maar je moet een manier vinden om daarmee om te gaan en om dat te verbeteren. En aan de andere kant is het ook, zoals we net al zeiden, het biedt zoveel mogelijkheden en het kan onze maatschappij denk ik ook op heel veel manieren ter goede komen. Aha. Los van het feit of pakweg een Facebook evil is of niet natuurlijk. Wat ze waarschijnlijk wel een beetje zijn. Dat denk ik ook wel. Op zijn minst een beetje. Ja. Ben jij een privacy nerd? In periodes wel. Ik heb zo wel een keer heel diep geweest in alles wat ik online heb om zoveel mogelijk mijn locaties en zo af te schermen. Mm-hmm. Maar langs de andere kant denk ik dan ook weer van, goh, wat is mijn probleem daar nu eigenlijk echt mee? Want wat maakt dat nog uit? Het maakt mij niet zo heel veel uit eigenlijk. Mm-hmm. Het is soms wel wat scary, hè? Ja. Ik denk dat bijna iedereen weet inmiddels wel
de dingen die de grote netwerken over ons weten. En ik ben daar zelf ook niet zoveel mee bezig. Als ik zo ergens Facebook toegang moet toestaan voor een app of zo, dan zal ik bijna nooit twee keer nadenken voordat ik op toestaan klik. Ja. Omdat inderdaad, we zijn het al jaren gewend en het is jammer. Maar, ik ben dan wel meer bezig met de informatie die de overheid van ons probeert te krijgen. Dat vind ik dan weer iets minder comfortabel. Ja. Het feit dat alles vol met camera's hangt tegenwoordig, vind ik voor de moment. Het is niet dat er echt concreet slechte dingen mee gebeuren of zelfs kunnen gebeuren, denk ik. Het is eerder het de kokende kikker in de pan water verhaal. Dat we steeds een beetje meer gewend raken aan een nieuwe maatregel. En dat wordt over de jaren opgebouwd, waardoor we ooit waarschijnlijk op een punt gaan komen dat ik geef altijd het voorbeeld dat ik mijn belastingen niet snel genoeg betaald en dat ik betaald heb en op de E40 langs de kant wordt gezet door de politie omdat een camera mij gespot heeft en zo. Ik zie dan zo van die een beetje een samenleving waar we echt in het geheel moeten lopen, anders word je meteen gecorrigeerd. Ja, ik denk ook wel dat we zeker nu in deze COVID-periode heel veel vrijheden hebben afgestaan en akkoord gegaan zijn met dingen die maatregelen die uit noodzaak moesten genomen worden. Ja. Ja. Maar we gaan wel echt moeten zien dat we onze vrijheden terugkrijgen. Ja. Ja, absoluut. Ja, en ik vrees er een beetje voor. Ik denk, want het is waar, de maatregelen, bijvoorbeeld een goed voorbeeld was Antwerpen een aantal maanden terug. De camera's die in de stad hingen, die alleen gebruikt zouden worden voor indien er een geweld of een overval of iets met geweld zich voordeed, die tijdens de lockdown al meteen werden ingeschakeld om mensen zonder mondmasker te beboeten. Ja. Dat was al zo'n voorbeeld dat ik dacht, dat wordt nu wel ineens... COVID wordt ineens als een zeer goed excuus gebruikt voor dat soort dingen natuurlijk. En we raken eraan gewend en ik betwijfel of er na de hele pandemie iemand gaat opstaan en zeggen oh, nu is het toch tijd dat we die camera's eruit gaan. Ja, de tijd zal het een beetje leren, maar ik schrik daar toch altijd van hoe zichtbaar wij zijn geworden voor... ten opzichte van 10, 15 jaar geleden. Ik denk ook als we 10 jaar geleden hadden geweten wat er nu allemaal zou zijn, dat we absoluut niet mee akkoord zouden gaan. Maar de kikker in het kokende water. In het verwarmde water. Ja, we zijn hier terecht gekomen natuurlijk. Hè. Dit is ons overkomen. En, het is een beetje giswerk. Ja. Dat snap ik wel hoor. Maar... Ja, het is natuurlijk... Het is niet alleen de pandemie, het was daarvoor ook al een beetje met strijdcontrole en dat soort dingen. Maar, laten we hopen dat... Ik ben ook groot voorstander van Ministry of Privacy, ik weet niet of je die kent. Nee. Van Matthias, die heeft dat echt opgericht als privacy-instantie eigenlijk, om in te gaan tegen bepaalde beslissingen, zoals toen met de verplichte vingerafdruk op de identiteitskaart. Ja. Dus ik vind het wel goed dat er een beetje een onofficiële waakhond is. Ze zijn nu ook naar het Hooggerechtshof gestapt. Ja. Ik ben al vergeten waarover, maar het was iets belangrijk. Ik zou het moeten weten, maar het zat over iets. En hun kansen zijn reëel dat ze die zaak gaan winnen. Ja. Wat de zaak ook was. Het is me even ontsloten. Maar ik vond het een gezellige rit, gezellige babbel. Ik ook. Merci. Jij houdt deze Ioniq tot zondag. Ja. Morgen rijd ik naar de sneeuw, hè. Ja. Succes daarmee. Ja. En aan de luisteraars, bedankt om te luisteren. En tot de volgende aflevering.